Op ongeveer 50 locaties in Nederland heeft Surf noodstroom nodig om ten alle tijde internet te kunnen garanderen aan alle onderwijsinstellingen en onderzoekscentra. Geen stroom in Zwolle betekent minder connectiviteit in Groningen. Daar heeft Hogeschool Windesheim goed over nagedacht. Mijn naam is Willem-Henrik ten Berge, werkzaam bij Windesheim Zwolle. We staan hier bij een van onze twee datacenters. Daar hebben wij voor Surfnet een internetverbinding liggen naar Noord-Nederland. De werking van die apparatuur is afhankelijk van onze stroomvoorziening en met name ook onze noodstroomvoorziening. De noodstroomvoorziening bestaat uit twee onderdelen. Dus een accupakket en een dieselgenerator. Ook bij een spanningsuitval wil je zeker weten dat je internetverbinding blijft werken. Daarom testen wij onze noodstroomvoorziening door echt spanning weg te halen. En wij testen dat iedere maand, zoals dat heet, door het donker. Dit is onze stroomvoorzieningskast. Er zitten een aantal schakelaars in. Een daarvan is de netspanning. Door die weg te halen starten we de aggregaat direct op. Vangt eerst de accu de eerste minuut even op. En dan kunnen we, nou ja, zolang er diesel is, kunnen we draaien. En daarmee is de test geslaagd en kunnen we weer een maand vooruit.